kijkers van mijn videokanaal. In deze video ga ik mijn fiets laten zien, de Santos Trekking Comfort. Veel plezier met kijken! Ik heb hem in 2014 gekocht, als tweedehands. Het is een fiets met een roll-off naaf. Hier is de roll-off naaf met 14 versnellingen. 1 voorblad, 38 tanden. En verder heeft hij 28 inch wielen. Een voorblad is een Specialized Infinity. 47 mm die ik in de States heb gekocht in 2017. Ligt er nu zo'n 8000 km op. Achter ligt de Big Apple van Schwalbe. Die is 50 mm breed. Verder heb ik hier een bidonhouder. Meestal gebruik ik een grotere, een langere bidonhouder. Voor 1 liter fles van 1,5 liter kan erin. En dan die kleine hieronder. Verder heb ik hier een frame tasje van Rockbros. De binnenkant is oranje, zodat je snel kan zien wat erin zit. Rechts zit een groot vak. Dit is een waterdichte rits. Maar of die echt waterdicht is, dat moeten we nog uittesten. Het schijnt niet helemaal waterdicht te zijn. Aan de linkerkant zit ook nog een kleiner vak. Voor wat smallere items. Ik zal nog het linker vakje laten zien. Van de Rockbros frame tas. Dit vak is wat smaller. In het tasje heb ik de E-Work converter van Bush & Muller, zodat ik de energie van mijn naafdynamo kan omzetten in gelijkstroom. En een USB-kabeltje gaat dan naar mijn smartphone. USB-C kabel. Nadeel van dit frame tasje is dat er geen aparte uitgang is voor kabeltjes, zodat de ritsluiting altijd een beetje open staat. Dus dan regelt het hierin. Verder is het wel een handig tasje. Zit ook niet in de weg, is vrij smal. En je kan hem op diverse plaatsen aan je frame binden met deze klittenband. De diverse lusjes aan de voorkant en aan de achterkant. En hier nog een zadeltasje van Rockbros, bandenplakspul en reparatieset, een Medicus gel zadel. Verder hier een vlinderstuur. Ik zal hem straks beter laten zien. Met de roll-off shifter. Magora remmen. Hydraulische Magora remmen. Magora HS11. Nog een ouder type. De dragers. Lowriders van Tubus. En achter een achterdrager van Tubus. En zoals gezegd, Santos, chrome molybdeen frame. Santos is een Nederlands fabrikant. Achter nog een reflector. En voor gebruik ik een koplamp. Gewoon een flashlight. En hier bevestig ik zo aan het stuur. De fietscomputer heb ik een Sigma
Sigma BC1416 altimeter. De bediening is helaas heel gecompliceerd, maar het heeft heel veel functies. Pomp. Dit is de Lesine voetpomp, minipomp. Met een slangetje, dat is altijd wel handig. Deze tas is groot genoeg voor zo'n pomp. Nou, dit is het flinterstuur. Plaats voor de telefoon, de smartphone. En hier komt de fietscomputer. Zich een fietscomputer. Kijk ik hierop. Hier zie je nog een achteruitkijkspiegel van Busch & Müller. CycleStar. Gebruik ik al vele jaren. De Clickfix mount. Een bel. En dit is een Garmin kwartslaghouder. Oorspronkelijk voor de Edge. GPS-series, maar ook geschikt voor telefoons, voor smartphones. Ik heb een smartphone, Xiaomi Redmi Note Pro, met Osmond erop, de Osmond app, met mijn Open Fietsmap layer, de Open Fietsmap stijl. Is onlangs verbeterd, zodat je de knooppuntenroutes beter kan zien met de knooppunten. De telefoon gebruik ik als GPS. En er zit een Fourier plakmount op de achterkant. Die kan je zowel plakken als schroeven. Er zitten 5 schroeven in de houder of in de mount of in de case. Die pak ik op een hard plastic case. Een touwtje er omheen voor de zekerheid. En dan klik ik hem op de kwartslag op de houder. En zo zit hij vast. Dus dit is mijn dashboard. Normaal gesproken gebruikte ik altijd een Garmin vroeger. Dit is het Garmin Oregon met de Open Fietsmap erop. Maar de Garmin's die zijn vrij onbetrouwbaar. Ze vallen regelmatig uit. En zoals je kan zien is het beeld ook een stuk kleiner in vergelijking met een smartphone. Vandaar dat ik nu voortaan een smartphone gebruik. Het enige voordeel van de Garmin is dat die waterdicht is. Gebruikt de normale penlights. Dus dan is het makkelijker om de batterij te vervangen. Gaat ook iets langer mee. En hij kan tegen een stootje. Daar moet je bij de telefoon natuurlijk ook mee oppassen. Het voordeel van een smartphone is veel groter scherm en veelzijdiger. Diverse apps kan je natuurlijk gebruiken die je natuurlijk niet hebt op de Garmin. Verder heb ik nog een stuurtas. De Rock Bros van AliExpress. Het is een clone van de Ortlieb Accessory Pack. Waterdicht, ongeveer 4 tot 5 liter. En aan de achterkant heb ik een plastic plaat vastgemaakt met een adapterplaat voor de Clickfix houder. Deze kost ongeveer 5 euro. Die rol je dan op. Met een gesp. Nu licht. En ik klik hem dan
gestuurd. In de klikfixhouder voor de zekerheid met klikkenband nog extra vast zodat hij niet rammelt. En that's it. De inhoud is vrij groot. Ik heb er een organizer in, camera's, batterijen en een battery pack, etc. En wat hebben we nog meer? Pedalen, is ook van Rockpros. Gewone simpele platformpedalen, geen toeclips, geen Shimano clips. Er zit nog een standaard aan deze kant. Een snelbinder. Oh ja, een camera mount. Dat kan ik ook nog wel te zien. Die zit hier onder het stuur. Onder de stuurtas. Zodat de GoPro snel eronder kan klikken en niet zo opvalt. Dit is dan de Ulanzi adapter. En daar past een GoPro mount. Die past erop. Die klik je erop. Even hier laten zien. En het geheel zit aan een klemschroef vast aan het balhoofd. Balhoofdbuis. Deze is nog van een oude driftcamera. Drift Action Cam. In principe kan je die ook voor de GoPro krijgen. Om het geluid goed te kunnen opnemen als mijn GoPro onder het stuur zit, gebruik ik een externe microfoon set. Daarvoor heb ik de adapter nodig van de GoPro. Die bevestig ik met de tie wraps aan de houder onder het stuur, onder de stuurtas. Dit is de stereo splitter, de HOSA splitter heb ik in een andere video laten zien, zodat ik het geluid kan opnemen in stereo. Er zitten twee microfoons aan voor het rechter en linker kanaal. Dit is de DJI Flexi-Mic met een windmuff tegen het geraas van de wind. Wat verder heel handig is, is deze lamphouder. Die bevestig je aan het stuur. Die kun je zowel voor een zaklamp gebruiken, maar ook voor een statief of een selfie-stick. En die doe ik dan hier. Die schroef ik dan hier vast. En dan heb ik hier een statief, mini-statief, waar ik mijn monopod op doe. Laat ik straks even zien. En hier kan ik dan ook de GoPro bevestigen, zodat ik hem snel kan pakken of kan draaien. De mini statief is van B-Stable Cam, ook van AliExpress. Is vrij degelijk materiaal. Is 19 centimeter lang. En daarop schroef ik de mini selfie stick. Deze is 70 centimeter lang. En die is vrij compact. En als ik hem dan hierop doe, dan kan ik hem zo ergens neerzetten. Wat verder ook handig is, is deze spijker mount.
En dan kan ik hem ergens in de grond prikken. In plaats van op het statief. Hier zit een adapter op voor een kwart inch. Of 5/8 inch. Is wat dikker. Oké, dan komen we bij de tassen. Voor campingtrips en vakantie gebruik ik de Ortlieb tassen. Dit zijn de achtertassen, de Bikepacker Plus serie. Dat is 40 liter, dus 2x20. Deze heeft handige compartimenten voor documenten hier. Klein spul, paparazzen en een groot hoofdvak. Verder een zijvakje. En meestal bevestig ik hier nog een extra tas voor een fles voor extra spul. Als extra achtervak gebruik ik meestal deze dry bags. Deze is van Alpkit. Daar heb ik ook nog een videootje over. En dit is weer extra 3 liter extra voor los spul. Bevestig ik meestal hier. Zo. Hier nog een reflector. Voor heb ik de Ortlieb City. En daar heb ik mijn tent, slaapzak, slaapmatje meestal in. 2x10 liter. Nadeel van deze tassen is dat je ze op moet rollen en dan hier vast moet klikken. En dan heb je toch een vrij beperkt volume. Dus deze ga ik vervangen voor de Sportpacker. Dan ga ik meer op deze tassen. Die zijn ietsje groter en hebben een handiger sluitsysteem dan deze City tassen. Dus deze gaan in de voorkant. De lowriders. En die achter. Meestal zeker ze nog met een extra riempje. Daarmee.